Hoi jongens. Heyo. Kleine Francis, ben je enthousiast dat je met je vader mee mag? Je hoort er nu helemaal bij, kleine Francis. Tijd om aan het werk te gaan. Voorzichtig, kleine Francis. Goed idee. Kleine Francis moet niet bij de opgestapelde kratten gaan spelen om ongelukken te voorkomen. Er moeten heel veel kratten verplaatst worden. Waar is kleine Francis? Wat dachten jullie ervan om de autopatrouille te bellen? Jongens? We hebben een probleem. Francis heeft kleine Francis meegenomen naar zijn werk. En nu is hij verdwenen van de bouwplaats. Kunnen jullie helpen? Perfect. Laten we gaan. De autopatrouille is er, jongens. Geen zorgen, zij helpen met zoeken naar kleine Francis. Waar moeten we beginnen met zoeken? Het is de helm van kleine Francis. Wanneer was de laatste keer dat iemand kleine Francis heeft gezien? Interessant. Er zitten gele stickers op de lege kratten en witte stickers op de kratten die opgestapeld zijn. Waar denk jij aan, Matt? Denk je dat kleine Francis in een krat aan het spelen was en toen per ongeluk opgestapeld is? Misschien kan Hector over de gestapelde kratten vliegen. Kan jij zien of er een krat is met een gele sticker tussen de witte stickers? Francis, kan jij de kratten verplaatsen zodat we bij de gele stickers kunnen komen? Zit kleine Francis hierin? Oh, gelukkig. Iedereen maakte zich zorgen om je kleine Francis. Mysterie opgelost. Heel erg bedankt voor jullie hulp, autopatrouille. Je hebt een hele drukke dag achter de rug, kleine Francis. Ik zal maar snel genieten van je pauze. Tot ziens allemaal.
tot de volgende keer. Autopatrouille. Hoi daar, Flevy. Dat is een zware lading die jij draagt. Weet je zeker dat je veilig over de brug kunt? Hij is misschien niet sterk genoeg, Flevy. Oh-oh, zo te zien is de lading te zwaar om over de brug te gaan. En nu zit Flevy vast. We kunnen beter hulp van Matt en Frank vragen. Hoi jongens, we hebben jullie hulp nodig bij de brug. Hij stortte in toen Flevy de dieplader over de brug reed. En nu staat ze vast en kan Charlie de kraan helaas niet meer over de brug heen rijden. Geen zorgen, Flevy. Matt en Frank zijn er voor hulp. En zo te zien hebben ze een reddingsplan. Het duurt niet lang meer, Flevy. Oh jee, volgens mij is Flevy te zwaar voor Matt en Frank. Heb je een idee, Frank? Natuurlijk! Je kan wat zware lading van Flevy afhalen. En dan kan je proberen om haar van de brug te trekken. Maar hoe? Goed bedacht. Kan jij helpen, Charlie? Maak je klaar. 1 2 3 4 5 Nu zou het een stuk makkelijker moeten zijn voor Frank en Matt om Flevy te kunnen helpen. Het werkt! Jullie hebben Flevy gered. Wacht even. Misschien kunnen jullie materiaal van Flevy's lading gebruiken om de brug te maken. Charlie, denk je dat dat lukt? Nog niet, Charlie. Je moet eerst de blokken op de goede plek leggen. Inderdaad, eerst de blokken op de goede plek. Nu is het tijd om de metalen platen eroverheen te leggen.
Goed gedaan, Charlie. Je hebt de brug gemaakt. Goed teamwork. Iedereen is weer veilig. En er is een nieuwe brug. In die tijd kan deze brug worden gemaakt. Tot de volgende keer allemaal. Hoi, kleine Frank. Je zag ons zeker niet. En jij, kleine Hector? Wat gaan jullie doen? Gooien jullie snoep over? Karin snoep? Dat klinkt wel leuk. Hoi, Karin. Zullen we het nog een keer doen? Oké, jongens. Maak je klaar. Zijn jullie klaar? Denk je dat je in het snoepje aan het verslikken bent? Willen jullie autopatrouille bellen? Oké, kleine Hector, snel! We hebben een spoedgeval, jongens. Kleine Frank Snoep ging het verkeerde keelgat in. Kunnen jullie hem helpen? Snel, jongens. Het ziekenhuis? Wat ga je daar doen, Matt? Ga je Amber de ambulance om hulp vragen? Daar is de autopatrouille. En ze hebben Amber meegenomen. Heb je een idee? Een glas water? Frank, kunnen we jouw waterstraal gebruiken? Is dat beter? Niet? Jongens, hebben jullie nog meer ideeën? Open je mond, kleine Frank. Hector,
We hebben je hulp nodig. Geen zorgen, kleine Frank. Hector weet precies wat hij doet. 1, 2, 3. Dat is beter. Goed werk, jongens. Hé, waar is dat snoepje nou gebleven? Wat is er zo grappig? Oh, daar is hij. Amber heeft gelijk, Frank. Je moet echt niet spelen terwijl je eet. Het kan heel gevaarlijk zijn. Het is goed, kleine Frank, zolang je het niet weer doet. En dat geldt ook voor jullie kleintjes. Goed werk, Autopatrouille. En Amber, tot de volgende keer. Autopatrouille. Hier komt de Autopatrouille. Autostad is veilig met Matt en Frank die een oogje in het zeil houden. Oh-oh. Volgens mij heeft Frank iets gezien. Oh, er ligt een steen op de weg. En nu heeft Matt een platte band. Hij kan nu niet op autopatrouille in de stad met een platte band. Frank? Misschien kan jij Matt naar de garage van Tom de takelwagen brengen. Jongens, zijn jullie niet iets vergeten? Jullie moeten die steen weghalen, zodat niemand anders nog een platte band krijgt. Perfect. Dat is raar. Tom heeft een hoop klanten vandaag. En ze hebben allemaal een platte band. Net zoals Matt. Zo te zien hebben ze allemaal over dezelfde steen gereden en een platte band gekregen. Laten we hopen dat Matt gerepareerd kan worden om alles te onderzoeken. Sorry dat ik stoor, Tom. Je bent heel druk vandaag. Maar Matt heeft heel hard je hulp nodig. Hij reed over een losliggende steen en nu heeft hij een platte band. Matt en Frank moeten weten wie dit gedaan heeft. Zou Matt alsjeblieft als eerste mogen? Je kan weer gaan, Matt. Inderdaad, ga maar langzaam. Nu is het tijd voor een nieuw wiel. Heel erg bedankt voor de reparatie, Tom. En iedereen in de rij bedankt. Nu kunnen Matt en Frank onderzoeken wie al die stenen op de weg heeft gelegd. Hé, daar is Ben de tractor. Hij weet misschien van al die stenen af. Misschien moeten jullie het aan hem vragen. Ben weet niets af van al die mysterieuze stenen op de weg. Maar heeft hij een idee gegeven?
wacht Ben op Flevi de Dieplader en Edgar de Graafmachine, die de stenen komen brengen om een muur te bouwen? Ik denk dat jullie een aanwijzing hebben, jongens. Laten we hen zoeken. Bedankt voor de informatie, Ben. Daar zijn Flevi en Edgar. Maar ze hebben helemaal geen stenen mee. Misschien hebben zij de stenen per ongeluk laten vallen. Laten we het vragen. Heeft iemand de stenen gestolen? Geen zorgen, jongens. Matt en Frank gaan de dief vinden. Wow, dat was op het nippertje. Het lijkt erop dat diegene die de stenen heeft gestolen, ze expres over straat heeft verspreid. Maar wie zou dat nou doen? Oh, natuurlijk. Het is Tyler de Tyke. Hij voelt altijd wel iets in zijn schild. Je bent gepakt, Tyler. We weten dat jij de stenen hebt gestolen en ze op alle straten van Autostad hebt verspreid. Het lijkt misschien wel grappig voor jou, maar het is echt helemaal niet grappig. Goed gedaan, Matt. Tyler moet zijn lesje leren. Misschien kan hij alle stenen opruimen en ze weer teruggeven aan Flevi en Edgar. Frank heeft gelijk, Tyler. Jij gaat het bouwteam ook helpen met het repareren van alle wegen. Heel goed gedaan allemaal. Nu is Autostad weer veilig. En Flevi en Edgar kunnen de stenen brengen. Wat betekent dat Ben eindelijk zijn muur kan bouwen. Hoi daar Karin. Bak je brownies? Yummy! Ik kan niet wachten! Ruik jij ook iets aangebrand? Oh, inderdaad! Het is rook! Is het de oven? Oh nee, Karin. De hele winkel staat in brand. Snel, roep de autopatrouille. Jullie garage staat ook in brand. Verschrikkelijk, Tom. Jongens, een spoedgeval. Vuur verspreidt zich heel snel in Autostad. Kom snel. Snel, er is geen tijd te verliezen. Hierheen, jongens. Gelukkig, jullie zijn er. Laten we opsplitsen. Frank, ga jij naar Toms garage om daar het vuur uit te blussen met je waterslang? Hector, kan jij water uit het meer halen en dat op Karens dak laten vallen?
Goed werk, Frank. Als je hier klaar bent, ga dan naar Karin. Daar is Hector. Die emmer met water zal het vuur blussen. Goed gedaan. Phew! Het vuur is uit. Goed gedaan, jongens. Goed bedacht, Matt. We moeten degene pakken die het vuur heeft aangestoken. Maar hoe vinden we de dader? Oh, is dat een spoor van... zijn dat lucifers? We kunnen het spoor beter volgen. Hector, kan jij zien waar het spoor heen gaat? Daar! Het spoor leidt naar Francis. Dat is genoeg, Francis. Matt heeft gelijk. Je moet niet spelen met lucifers. Je hebt brand gesticht in Autostad. De autopatrouille heeft de dag gered, maar doe dit nooit meer. Begrepen? Goed gedaan, jongens. Goed werk vandaag. Doeg allemaal. Tot de volgende keer.